Yo beste kijkers van de Cool Eagle Channel, vandaag weer een nieuwe video en vandaag natuurlijk weer Mindtopia. En zoals jullie kunnen zien, vandaag begin ik wat later, dat is 4:30. En ik ga weer lekker een potje Mindtopia. Ik ga gewoon lekker Mindtopia spelen, laten we het daarop houden. En we hebben honger, dus laten we even lekker aardappeltje eten. En weet je wat, ik heb zin om gewoon te gaan rennen. We gaan gewoon YOLO Shrek mode rennen. Oh, wacht, ja, nu heb ik natuurlijk geen honger, nu kan ik mijn vitamine tablet niet innemen. Hebben wij weer. Even kijken. Ja, wat gaan we vandaag doen? Dat is een hele goede vraag. Ik heb gehoord dat Want we moeten namelijk nieuwe prefixes aanvragen voor de medewerkers bij ons bedrijf. Alleen, we moeten even kijken hoe we dat precies allemaal gaan aanpakken. In ieder geval, wij gaan nu even kijken. Ik hoorde namelijk dat hij dicht was. Maar ik hoop eigenlijk dat hij gewoon open is. Maar ik zou niet weten. We gaan even gewoon checken. Gaat open zodra alle oude aanvragen zijn verwerkt. Oh, wacht, ze hebben natuurlijk heel veel dingen. Wegens een bug worden prefix niet behandeld. Onze excuses. Oké, dus er is een bug. Ah, jammer. Nou, in ieder geval dan worden hun helaas op dit moment nog geen medewerker. Ja, ze zijn wel natuurlijk medewerker, maar zonder de prefix. En dan krijgen ze er binnenkort wel. Als het goed is, ben ik trouwens vanavond zone 2, zover ik het weet. Ik dacht dat ze vanavond Industrial gingen kijken. Het zou zo awesome zijn als we trouwens in zone 2 komen. Maar ja, dat is natuurlijk de vraag van, komen wij in zone 2 of komen we dan niet? Ik zou het niet weten. En verder is het even kijken. Ja. Hier is trouwens ook nog steeds niks gebouwd. Hè. Ik snap er helemaal niks van. Oh, weet je, we gaan vitamine tabletten innemen. Voilà, nu kunnen we eindelijk rennen. En weet je wat het chill is van die vitamine tabletten? Kan ik op mijn gebouw springen. Dat ga ik jullie laten zien. Tenminste, ik dacht met fitheid 80 kon. Maar we gaan even testen hoor. Dat ziet zo geniaal uit. Dan, er zit zo'n heel klein tactiekje in. En dan zo kun je er heel makkelijk komen. En daar hadden we Ninius, de nieuwe CEO van bouwbedrijf. Ik heb trouwens iets gehoord dat er iets was met een nieuwe inkoopsysteem. Dat je dat bij Qtrexia moest doen als ik me niet vergis. Dat weet ik trouwens helemaal niet zeker. Maar daar ga ik wel vanuit dat het daar was. Maar ja, you never know it hè. En verder, ja, I don't know eigenlijk. Zo, eens even kijken. Weet je, wij gaan even naar ons gebouwtje toe. En dan gaan we even kijken, kunnen we erop springen of niet? Want ik dacht dat we met fitheid 81 erop konden springen. En anders niet. Maar you never know it. We gaan testen. We gaan het zo zien. En dan heb je hier in principe deze. En dan ga je hierop. En dan ga je daarop. En dan sta je vervolgens, als je het goed deed, zo op het dak. Ja, badabidoo. En zo kun je lekker over daken in rennen. Zo, ja, kijk, hoppa, ik heb het werk en dan kun je zo bij de buren op het dak en weer bij de andere buren op het dak en dan kun je zo een rondje maken, voilà. En volgens mij staat Rick echt zo te kijken van, what? hij wil dat volgens mij ook. Ik heb een telefoontje, ik ben zo bij jullie terug. Zo, en daar zijn we weer. Ik kreeg net even een telefoontje, dus ik moest eventjes opnemen. Maar in ieder geval, we waren op daken aan springen. Waarom waren we trouwens op daken aan springen? Ik weet het niet. Ik weet wel dat Rick hieronder staat. Dat hij sowieso heeft van, kom van de dak af, waarschuw niet meer. Nee, van de dak af. Hey, Rick? Ah, al hoort hij mij niet. Lol. Kun jij ook op het dak? Ik ben benieuwd of hij ook op het dak kan. Maar ik denk trouwens niet dat hij op het dak kan. Hij gaat het waarschijnlijk proberen hoor. Hij gaat het proberen. Ja. Hij kon dadelijk niet eens op. fitheid 80. Zou wel denken, wat? Fitheid 80? En hij maar proberen. Kijk, het werkt zo. Tik. Tadat. Auw! Dat is niet lief. Zo. Nee. Zo. Verdorie. Ik kan nu niet meer erop. Ja. En. Hoppa, hakken pakker. Kunnen we het nu echt overal trouwens naartoe? Volgens mij kunnen we echt overal naartoe. Mensen, in ieder geval, we kunnen op deze vier dapen. Of dapen. Daken. Dapen. Hoe kom ik bij dapen? En dan staan we hier. En dan kunnen we mooi daar naar binnen gluren. En oh, het is echt geniaal dat ik kan. Maar ik ben een. Ik ben een echte vogel in de bomen. Hij zou kunnen denken. What?
Wat gaat hij trouwens allemaal doen? I don't know. Hallo. Oh, die kijkt damage. Dat is niet chill. Dat is niet chill. Oké, okay, even aardappeltjes eten en wat drinken. Zo, hallo. Hallo, meneer Dirk. Waar komt u toch vandaan? Oh, wacht, nee. Hij komt uit de Gold Food Store. Ja, zoiets. Nou, weet je wat? Ja, helemaal niks aan. Het was niet de bedoeling dat we hier alleen maar gingen ronddurpen. Wij gaan eens even kijken. Waar gaan we naartoe? Wij gaan denk ik eventjes naar Cutrexia. Of zullen we naar Guido gaan? Weet je, we gaan gewoon even gezellig naar Cutrexia. Ja, Cutrexia. Let's go, zou ik zeggen. Ja. Blue car. Trouwens, wat zou eigenlijk een auto kosten? Een red car? En een black car? Of is het geen black? Ik noem het zwart. Oké, okay, here we go. Eventjes tussen de mensen. En... Oh, Superken heeft een duur pakje. Of hoe zag ik dat net? Zag ik het goed? Volgens mij had Superken een heel mega duur pakje. I don't know. We zien trouwens dat deze hier glitcht. Komt omdat het groene achtergrond heeft. Lol. Even kijken. Nou, en dan Zonneke 2 kunnen we sowieso niet. We kiezen... Yep, zakken. Ja, kiezen we. Oké. Okay. Dat is Gwaydale. Oké, okay, gezellig. We gaan naar Gwaydale. Eens even kijken. Zijn er veel mannen online? Holy damn. Er zijn best wel wat mensen online in Gwaydale al. Oké. Okay. Eens even kijken. Wat gaan we in Gwaydale doen? Wat staat hier? Gemeente Gwaydale informatie. Al solliciteer je voor de politie in positieve... Als moet die staan. Niet al. Als. Als je solliciteert voor de politie is een positieve VOG verplicht. De gemeente is met spoed op zoek naar nieuwe receptionisten. Zou ik als receptionist gaan werken? Lijkt me eigenlijk wel grappig. Hallo meneer, kan ik u helpen? Ja, ik heb een bouwen of ik heb een aanvraag gedaan. Oh, die is afgekeurd hoor, meneer. Nee, grapje. Oh, zie je wel dat ik een hele goeie zou zijn? Oh, sexy hoor, hier moet ik niet zijn. Oeh. Oeh. Joei. Een heel geel pakje. Of deze zwarte broek. Wat zou die zwarte broek kosten? Weet je, dit... Hey, Gold moet niet naar kledingshops toe gaan. Als ik naar kledingshops toe ga, dan gaat het altijd fout. Waarom gaat het altijd fout als ik naar een kledingwinkel toe ga? Ik moet weg. Ik moet oogkapjes voorzetten als ik naar een kledingwinkel toe ga. Weet ik anders wat ik moet doen? Come on. Oh, die broek is ook sexy. En... Ik ben niet aan het kijken. Ik ben niet aan het shoppen. Oh, damn. Oké, okay, mijn shopverslaving die komt er weer op. En ik heb alweer honger. Mondig netter. Dat gaat me heel wat een hele stek friet kosten, joh. Maar ja, dat maakt niks uit, joh. Als hij honger heeft, dan heeft hij lekker honger, toch? Ja. Een bank, gemeente, bouwbedrijf en politiebureau. Mindtopia. Nou, dan gaan we die kant uit. Gaan we gewoon die kant uit. We gaan eens even kijken wat we hier allemaal hebben. Het E5 gebouw. En dan komen we hier bij de... Veiling? Dus wanneer is er veiling? Nice. Nou, ik veil bij deze mijn winkel. Nee, grapje, niks gezegd. Ik ga mijn hele winkel helemaal niet veilen. Hoe kom ik erbij? Als ik mijn winkel ga veilen, I don't know. Waarom zou ik mijn godsnaam naar mijn winkel gaan veilen? Nee, toch? Dat gaan we niet doen. Even kijken, wat gaan we wel doen? Wij gaan heel eventjes hier naar... Weet ik het. We gaan gewoon vandaag ronddurpen. Vandaag is het gewoon de ronddurpstyle. Morgen kunnen we waarschijnlijk de zone 2. En dan kunnen we eindelijk weer nieuwe dingen doen. Dus dat is heel mooi. Want vandaag is het vrijdag. En als het goed is, op vrijdagavond had ik gehoord dat hij weer een nieuwe level of een nieuwe check... Schaatsbaan? Mijn schaatsbaan is weg. Nee, nu kan ik niet meer schaatsen. Snik, snik. Het scheelt, het is wel droog. We gaan eens even kijken of hier bij mijn Greycoins leuke dingen staan. Er staan altijd leuke dingen. Maar ja, of het echt interessant genoeg is. Weet je wat ik trouwens ook een keer wil? Ik ga even kijken wat kleding inkopen zou kosten. Wat kost dit? Een half mil? Wait, dan moet je even sparen. Op zich is het wel een leuk idee trouwens als ik ooit... What? Oh, ik wou zeggen, zijn ze uitverkocht of zo? Dat ze nog maar zo weinig zijn, maar ze zijn helemaal niet uitverkocht, joh. Hier aan de kleren hebben ze trouwens niet heel veel, hè? Nee, valt wel mee. Zalm is uitverkocht. Eigenlijk wou ik vandaag nog zalm halen. Maar ja, maakt niks uit. Dan is het vandaag geen zalm. Oeh, ik was even bang dat ik damage ging krijgen. En dat kan ik niet gebruiken, damage, want... dan krijg ik weer een minpunt.
En ik wil juist één keer daar boven de 80 blijven qua fitheid. Het zou enorm awesome zijn. Ik weet niet of ik dat ooit ga halen. Wilt iemand een gratis bal hebben? Hier, alsjeblieft, voor in je inventory. Cadeautje van de zaak. Wat ben ik vandaag weer lief. Gold is vandaag zo aardig, zo aardig, zo aardig. Ja, goldje is zo aardig was hij nooit. Oh nee, ben ik nooit zo aardig. Ik zing ook gewoon eigen verkeerde nummers over mij, ja. Why are I doing this? Op mijn beste, slechtste, weet ik veel, Engels of zo gezegd. Oké, weet je, we gaan wel weer terug naar Kutraxia, joh. Hollandia bedoel ik. Wij zitten in Hollandia, we zitten helemaal niet in Kutraxia. Hoe kom ik erbij? Hoewel, ik heb binnenkort wel een plot op Kutraxia. Die krijg ik gewoon van iemand. Hoe aardig is dat? Ik krijg gewoon een plot van diegene. Al weet ik trouwens niet 100% zeker of het doorgaat, maar... Ga er maar vanuit dat het... Gewoon doorgaat. Wat? Een plotje aan het water. Dat is trouwens ook wel awesome. Gewoon een plot aan het water hebben. Waarom niet, hè? En hier staan nog steeds meer plots. Weet je hoeveel plots hier trouwens staan? Echt veel te veel. Gewoon, weet je, dat heb ik altijd ook hier problemen mee. Maar plots, alles wat ik zie, is heb ik zo'n idee van kopen. Ik heb een koopverslaving op Mindtopia. Daar lijkt het wel op. Verslaafd aan verzamelen? Maar ja, het scheelt. Ik ben niet verslaafd aan troep verzamelen. Ik ben verslaafd aan kleren en aan weet ik veel verzamelen. Ik ben gewoon niet verslaafd. Ik ben wel verslaafd. Oké. Hashtag cold is verslaafd. Oké. I know it, jongens. I know it. Oké, wij gaan eventjes naar Rolandia. De stad van het is Rolandia. De stad waar ik nu zo sta. Want het is Rolandia. Zoiets, ja? Ja? Mooi gezongen? Nee, ja. I know it. Die heeft een sollicitatiepas geleden bij ons gedaan. En... Alleen op dit moment liggen de sollicitaties een beetje plat. Maar dat is trouwens niet erg. Ik ga gewoon fixen dat die sollicitaties ook allemaal goed komen. Dat komt helemaal goed, denk ik. Ja, toch? Ja, daar gaan we gewoon voor. Ik zal deze week trouwens weer even wat sollicitaties proberen te lezen. Ja, dat gaan we gewoon doen. En hier zo hebben we Red. Hallo Red, welkom. Gezellig dat je hier ook weer bent. En dan staan we weer bij ons eigen huisje. Waardoor we dus de video weer gaan afsluiten. Hopelijk vond je hem leuk. Ik zou zeggen voor nu allemaal heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En hopelijk tot snel bij een gloednieuwe video hier op dit kanaal.